Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met een oude vertrouwde gast en goede vriend van mij, Gabriël van der Brink. Maar voordat het zover is, wil ik u nogmaals oproepen mee te doen met onze eindejaarsactie. We zijn mede van u afhankelijk om dit soort programma's te willen maken. Dus doe vooral mee. Gabriël, hartelijk welkom hier. We gaan vandaag met elkaar in gesprek over de academische vrijheid. En de directe aanleiding daarvoor is eigenlijk een gebeurtenis. Ik werd 1,5 week geleden uitgenodigd door het Buitenhof om daar een gesprek te hebben als filosoof over academische vrijheid. Naar aanleiding van de rel rond Paul Cliteur. Ja, en zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie. En natuurlijk ook dat hij als senator daarvoor actief was. En ik heb toen uitdrukkelijk gezegd, ik ben filosoof. Ik heb eigenlijk niet zoveel behoefte om over personen te spreken. Dus nee, liever niet. Nee, maar het was de bedoeling om een wat breder gesprek te voeren. Nou, ik heb toen de redactie een uur lang met mijn gedachten over dat thema bezig gehouden. En vervolgens zat ik in de uitzending. En vroeg Twan Huis mij louter en alleen naar oordelen over Paul Cliteur. Waar ik erg ongemakkelijk mee was. Nou, los ervan dat ik de zaak niet kende, wat ik eigenlijk al meteen aangaf. Ja, is het ook niet mijn taak, vind ik, als filosoof zozeer. Om daarover een oordeel te vellen. Dat is aan de rechter of aan wie dan ook. Maar je komt wel in zo'n pakket. Zegt ook iets over wat hedendaagse media zijn. Maar dat was voor mij wel de reden om jou meteen op te bellen en zeggen, Gabriël, laten wij nou dat gesprek maar eens doen, want ik heb er nou toch over nagedacht. Ons vorige gesprek is heel goed bevallen, ook goed bekeken. We gaan het niet zo lang maken vandaag. We proberen het gewoon in een uurtje te doen. Maar goed, laat ik eerst toch jou uitnodigen, en ik zal zo gaandeweg ook mijn eigen gedachten natuurlijk ontvouwen, maar jou uitnodigen om niet over Paul Cliteur je gedachten uit te spreken. Maar inderdaad, dat fenomeen van academische vrijheid. Ik weet dat jij er ook in je vorige leven al onderzoek naar gedaan hebt. En misschien is het toch heel aardig om eerst maar eens te beginnen van wat zijn jouw eerste gedachten omtrent dat thema academische vrijheid? Ja, ik heb natuurlijk de uitzending waar je naar verwijst ook gezien. En het was gewoon geen goed gesprek, omdat het inderdaad over incidenten ging. En voor zover het niet over incidenten ging, ging het eigenlijk over formele kwesties. Ja. Van waar de academische vrijheid in de wet is bepaald en waar dat ophoudt enzovoort. Maar volgens mij zou het moeten gaan niet zozeer over de formele kant, hoewel die belangrijk is. We leven in een democratie, dus je hebt allerlei vrijheden, laten we die zegeningen vooral tellen. Maar veel belangrijker is de vraag, is het academische bedrijf, zoals het zich in Nederland ontrolt, hoe vrij is dat? En hoeveel vrijheid van denken en van onderzoek bestaat daar nu in werkelijkheid? En dan is dat ook voor een deel een empirische kwestie. Ja, dat is mooi trouwens. Het is prachtig dat je zo begint. Hegel die komt natuurlijk in zijn rechtsfilosofie met de thematiek van de idee. En de idee is het begrip van de vrijheid en zijn verwerkelijking. En in feite gaat het hierover. We hebben begrip van de academische vrijheid en de verwerkelijking. Wat zijn de condities, ja, de feitelijke condities, ja, waaronder wetenschap bedreven wordt? En dat was ook precies mijn invalshoek eigenlijk. Dus ja, heel fijn dat je hem ook zo aanvliegt. Ja, spontaan, want dat is, ja, ik denk dat we een zekere gelijkenis hebben in dat opzicht. Ja. Maar die werkelijkheid is natuurlijk van belang. Ja. En wat is dan empirisch die vrijheid in Nederland? Nou, mijn grondgedachte is dat die vrijheid veel minder groot is dan wij zelf meestal aannemen. Ze is op allerlei manieren ingeperkt en dat is ook voor een deel onvermijdelijk. Maar ik zou nog wel een stapje verder willen gaan en willen zeggen dat heel veel onderzoek de gevangenis is van een aantal beperkingen waar we toch echt even over moeten hebben. En een aantal beperkingen ligt zeer voor de hand, dat weet ook eigenlijk iedereen wel. En een aantal andere beperkingen zijn wat moeilijker. Misschien moeten we die in tweede instantie eens bespreken. Maar laten we met een paar hele eenvoudige beginnen. Je mag in Nederland natuurlijk alles onderzoeken, hè, als je dat wil. Maar er is wel geld nodig. Nou, geld is schaars, altijd. Dus dat moet verdeeld worden. Ja. Hoe wordt dat verdeeld? Door een wedstrijd. Dat kan bij MBO zijn, dat kan in de universiteit zijn. Ja, of Europese gelden. Dus er zijn bijvoorbeeld 5 onderzoeksvoorstellen en daar kan er maar 1 gehonoreerd worden. Dus 4 niet.
Nou kun je zeggen dat is goed voor de wetenschap, hè, is competitie, dat brengt de kwaliteit omhoog en misschien is dat waar. Maar waar we dus gewoon even ook ons moeten doen, dus er zijn dus van die 5 onderzoekers, zijn er 4 die hun onderzoek dus niet kunnen uitvoeren of niet op de manier zoals ze dat zelf willen. En natuurlijk zijn universiteiten ook bedrijven en die begroting moet op orde zijn, maar de rol van het geld en van de bedrijfsvoering en ook van het sturen op bedrijfsvoering, denk maar aan het binnenhalen van buitenlandse studenten, dat is wat er toch gaandeweg in universiteiten heel belangrijk is geworden en wat in de werkelijkheid wel degelijk beperkingen met zich meebrengt van wat je kunt onderzoeken en hoe je het kunt onderzoeken. Dat is dus maar één voorbeeld van een puur empirische, maar toch wel heel relevante beperking. Ja, absoluut. Fundamenteel hangt natuurlijk samen met ook het thema waar jij je laatste boek over geschreven hebt, die neoliberale revolutie. Waarin we inderdaad zien dat de overheid zelf in het loop van de jaren 80, maar zeker in de jaren 90, is gaan, om het haar te spreken, gaan plannen voor competition. Dus dat die wedijver overal wordt georganiseerd. Nou klinkt dat inderdaad op zichzelf misschien nog wel redelijk waar het gaat om wetenschappers. Dat je kwaliteit op die manier wil achterhalen. Maar er komt natuurlijk een heel meetinstrumentarium bij. En ik denk dat daar precies de schoen gaat wringen. En want wetenschappers hebben ook in het verleden natuurlijk al met elkaar gewedijverd. Ik bedoel, dat is van alle tijden. Zelfs Plato en Aristoteles, die hebben zo hun gesprekken gevoerd. Dus dat idee van een soort maar het gaat om de aard van de wedijver, waarin inderdaad geld een heel belangrijk onderdeel is geworden, denk ik. Nou, dat klopt. En een bepaald idee van kwaliteit. Waarin je bijvoorbeeld ziet dat het zogenaamde tijdschrift, een tijdschriftencultuur, enorm dominant is geworden. Dus je ziet inderdaad dat je moet publiceren en anders vergaat. Publish or perish. Ook om die beurzen binnen te halen. Je ziet dat er netwerken ontstaan. Je moet eigenlijk zorgen dat je, laten we zeggen, de meedoet met wat in zo'n netwerk dominant wordt. Dus men heeft ook wel gezegd, ja, zo'n cultuur werkt een vorm van conformisme in de hand. Waarin bepaalde thema's heel belangrijk worden en eigenlijk anderen niet kunnen. En dan heb je het inderdaad al over academische vrijheid. Van ja, als je aan je geld wil komen, moet je wel in deze vorm en op deze manier, ja, je onderzoek doen. Ja. Heel, heel dwingend eigenlijk, ja. Omdat anders komt het geld niet binnen. Dus het is aanpassen aan dat format. Er wordt ook gezegd dat bij bepaalde wetenschappen, zoals geesteswetenschappen, eigenlijk een veel minder gepaste vorm is. Sterker nog, misschien is de oude hoogleraar van origine wel heel erg, ook in die geesteswetenschappen, bezig met onderwijs of met belang van overdracht, traditie overdragen. Terwijl dat onderzoek in deze vorm eigenlijk heel dwingend is, ook waar het gaat om waar je aandacht aan besteedt. En er komt een tweede element bij, wat denk ik ook met die jaren 80 samenhangt, dat die horizon niet alleen financieel is, maar ook heel sterk geïnternationaliseerd. Ik denk dat een tweede heel belangrijk aspect is. Hè. Niet eens dat ook Huizinga was bekend met de wetenschap bij Einstein zat hier, maar ik denk dat die globalisering ook laten we zeggen, ook in de vorm heel veel heeft gedaan met wat die academie is. En neem alleen maar de voertaal Engels bijvoorbeeld. Ja, die vorm. Dat is erg. Kijk, de vorm die we nu hanteren in vrijwel alle disciplines is de vorm van de exacte wetenschappen. In de exacte wetenschap bestaat een zeer lange traditie dat fundamentele nieuwe inzichten in een tijdschriftartikel worden gepubliceerd. De jou genoemde Einstein publiceerde zijn relativiteitstheorie in een tijdschrift. En dat staat in een beperkt aantal bladzijden, 20 pagina's ongeveer, staat daar een fundamenteel inzicht. Dat kan daar dus. Hè? En dat heeft te maken met de eigen aard van de exacte wetenschappen. Dat heeft te maken met metingen, dat heeft te maken met formules en formele aard van dat kennen. En ik heb er alleen maar groot respect voor. Maar, nou is die manier van kennisproductie ook van toepassing verklaard op de sociale wetenschappen en op de geesteswetenschappen. En nou is de vraag of dat daar ook zo werkt. Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat daar niet zo werkt. Ik beperk me tot de belangrijkste argumenten. A.
In de exacte wetenschap heb je een vorm van cumulatie van kennis en van een zekere vooruitgang, waarbij je kunt zeggen dat het nieuwste inzicht inderdaad superieur is aan het vorige. Dat is in de exacte wetenschap het beste te verdedigen. Maar dat is in de sociale wetenschap al heel twijfelachtig. En voor de geesteswetenschappen zou ik het helemaal niet willen verdedigen. Nee. Want er zijn allerlei recente inzichten in de geesteswetenschappen die ver achterblijven bij de inzichten die in vorige eeuwen zijn ontwikkeld. Dus dat is al één verschil. Een ander verschil is, om een gedachte goed uiteen te zetten, kun je misschien in de exacte wetenschap volstaan met een aantal fundamentele formules die op 20 pagina's in een tijdschriftartikel kunnen. Dat gaat zomaar vaak niet in de sociale wetenschap en zeker niet in de geesteswetenschap. Heb je misschien wel eens een boek nodig om dat uiteen te zetten. Dus dat is een tweede verschil. Nou, je weet, hè, boeken worden niet gehonoreerd. Toen ik in Tilburg hoogleraar was, boeken gepubliceerd, nul punten. Ja, nul punten dus. Hè. Zo wordt er geteld. Derde verschil. Je noemde al het Engels. Nou vind ik het een groot goed dat we internationale uitwisseling van inzichten hebben. En dat zal dan via een soort lingua franca moeten. Laat dat nou het Engels zijn. Ik vind dat op zich niet zo erg. Maar er zijn twee grote bezwaren tegen A. De andere talen en taalgebieden en cultuurgebieden waar ook serieuze kennis wordt ontwikkeld, worden buitengesloten. Het Frans noem ik maar even, het Duits. Voor Europa hele belangrijke culturele, wetenschappelijke tradities die gewoon niet in de prijzen vallen, want het is niet het Engels. Dat is punt 1. En punt 2, wat verraderlijker, het Engels is niet alleen een taal, het Engels is ook een cultuur. Hè? En ik heb gemerkt, want ik lees heel veel Engels, eigenlijk uitsluitend Engels natuurlijk, vakwetenschappelijk Engels, dat in vakwetenschappelijk Engels ongeveer een derde van de artikelen niet gaat over de zaak, maar gaat over het inkleden van je beweringen zodanig dat een ander er geen aanstoot aan neemt. Hè? Men trekt niet de conclusie, maar men zegt het safe to conclude. Let even op, it's safe to conclude. Dus het bezweren van het conflict, het correct zijn, het correct willen zijn, het niet willen, of het willen overwinnen van de ander, maar op een hoffelijke manier. Dus die hele cultuur van dat spel zit in die taal. Nou, als je een bepaalde gedachte in die taal uitdrukt, dan gebeurt er iets met je. Hè? Je wordt al vanzelf al correct. Laatste punt, en dan stop ik weer even. Dat alles speelt zich af in een discipline en niet vaak in een subdiscipline of in een sub-subdiscipline. Het is een hele hoge mate van specialisatie. En in die subdisciplines gebeurt het eigenlijk een soort tunnel waar je in zit. Hè. Je komt alleen vooruit door inderdaad vooruit te gaan. Dat wil zeggen te doen wat je voorgangers hebben gedaan en misschien maak je leerlingen, maar het zit allemaal op één spoor. Je kunt niet in de breedte, want daar is die tunnel niet voor. Moet je naar een ander tijd zeggen, maar dan kennen ze jou weer niet. Dus die tunnels, die tijdschriften, het zijn eigenlijk tunnels, die maken dat allerlei serieus onderzoek het karakter van een industrieel proces krijgen. Een soort lopende band. Heel veel van die artikelen, heel veel van die proefschriften, dat zijn ook gewoon replica's van het proefschrift van de leermeester, met één klein verschil, waar het dan niet 0,6% is, maar 0,7%. Nou, goed om te weten, maar het is niks nieuws. Dus het denken wordt eigenlijk enorm gestandardiseerd. En dwarse ideeën, die dus gewoon door verschillende tunnels gaan, die vinden hun plek niet. Dat is allemaal, zit dat vast aan dat format van dat artikel. Ja, ja. Helemaal mee eens. Ik denk ook zelfs dat je hier echt de thematiek van McLuhan wederom, medium is the message, dat voor een deel ook het oprukken van ICT vanaf de jaren 80 ook enorm dit type onderzoek in de hand heeft gewerkt. Hè. Ik spreek zelf in een artikel over onderwijs in tijden van digitalisering ook wel over assemblagetechniek. Dus dat juist een computer eigenlijk in toenemende mate ook wetenschappelijk onderzoek de vorm laat aannemen. Het is niet eens dat we dat willen, maar van een soort assembleren. Hè? Dus dat je heel makkelijk op het spoor komt waarin je stukjes bij elkaar legt, teksten combineert, knipt, plakt. En dat het werkt eigenlijk een bepaalde manier van denken in de hand, waarin die, laten we zeggen, de grotere beweging van het boek, bijvoorbeeld, dat die veel minder snel gemaakt wordt. Dus je ziet eigenlijk dat in de toewijzing van geld, maar ook in de beoordelingscriteria, dat zo'n vorm eigenlijk de praxis, het wetenschappelijke leven, gaat domineren. Naast het feit dat het onderzoek sowieso dan heel erg sterk de carrière gaat bepalen. En het type onderzoek. Goed, dus we hebben het eigenlijk al over twee elementen. Dus geld en die verengelsing. En je sprak in die kader van die verengelsing ook al over, laten we zeggen, een bepaalde mentaliteit. Of een bepaalde
geestesgesteldheid, zou je bijna zeggen. Ik denk dat het ook herkenbaar is. Ik lees zelf natuurlijk ook heel veel Engels. Dat is het punt ook helemaal niet. Vind ik trouwens een hele mooie taal. Maar je ziet wel, er is een hele andere Engelse traditie in de filosofie. Een hele andere dan in de Duitse of in de Franse. Ja. Dat geldt niet alleen voor filosofie, dat geldt ook voor bijvoorbeeld de sociologie of zelfs de economie. Jouw neoliberale revolutie is bij uitstek natuurlijk ook een type economisch denken, dat met name in, het is niet voor niks de Chicago School, dat in de Verenigde Staten en in Engeland is opgekomen. Dus de verengelsing of de globalisering, het is ook niet eens echt Engels natuurlijk, het is een bepaald soort economisch Engels, dat globisch, dat oprukt, ook in de wetenschap. Dat hoort ook, interessant genoeg, bij disciplines als bijvoorbeeld de economie, ook bij die Anglo-Saxische wereld zelf. Het is interessant wanneer je kijkt naar de kredietcrisis in 2008... En dat ze toen onderzoek hebben gedaan, tot de constatering kwamen dat eigenlijk overal ter wereld, althans bij de universiteiten die meetelden, het soort economisch onderzoek dat werd gedaan, allemaal in het paradigma was van die neoclassieke school. Iets van 90%. Dan had je nog wat mensen die op de geschiedenis van de economie bezig waren. Maar dat domineerde eigenlijk volledige discours. Dus dan heb je al inderdaad toewijzing van geld. Wie zitten er in de commissies? Een heel gesloten systeem. En als je iets anders doet, dan kom je daar eigenlijk niet tussen. Even over dat paradigma. Want dat is, daar zou een valkuil kunnen zijn. Namelijk, dat weten we sinds Kuhn, hè, Thomas Kuhn, dat wetenschapsbeoefening, normale wetenschapsbeoefening, dat kan niet zonder een paradigma. Je hebt een paradigma nodig. Hè? Dus hoe vrij je ook in je denken bent, je hebt altijd wel een paradigma nodig, een model, een theorie van waaruit je denkt. En zeker in de empirische wetenschappen is dat absoluut noodzakelijk, exact, of ook wel sociale wetenschappen, anders gaat het niet. Dus, en een paradigma beperkt. Dus totale vrijheid heb je niet. In het onderzoek wat jij noemde, wat we met beroepsheer hebben gedaan, naar academici, dat was goed werk voor academici, daar kwam, dan heb ik interviews gehouden met tientallen wetenschappers, en daar kwam als naar voren dat de grootste uitdaging van onderzoek doen, beperk me even tot onderzoek, is een combinatie te zijn van creativiteit en control. Heel interessant, hè? Dus een goede wetenschapper is heel creatief, dus vrij van geest, verzint dingen die eigenlijk heel, waar nog niemand aan gedacht had, enerzijds, maar wel controleerbaar voor collega's. En die spanning, dat is natuurlijk een geweldige spanning, dus je bent creatief binnen de grenzen van de controle, en die controle is mede door het paradigma bepaald. Dat spel spelen is wezenlijk voor wetenschap. Maar die controle zit dus aan een paradigma vast. En paradigma's veranderen van tijd tot tijd. Meestal omdat zich een realiteit aandient, of een waarneming aandient, die niet past in het gangbare paradigma. Nou, dat paradigma wordt eerst een beetje bijgesteld, dan nog een beetje bijgesteld. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. En dan valt zo'n paradigma. Dat hebben we deze dagen gezien. Jij verwees naar de economische crisis. De economen hebben decennia lang beweerd van alles moest via de markt. Dat was veel beter dan via de staat. De staat, dat was oud denken, dat paradigma van Keynes misschien, maar voor die tijd, maar dat geloven wij niet meer. Hè. Dus een halve eeuw lang was dat helemaal ondenkbaar. Dat de staat een constructieve rol zou kunnen spelen in het economisch leven. Nou, sinds de coronacrisis is in een week tijd al die economen, die helemaal de staat, is heel belangrijk en die kan eindeloos veel geld uitgeven. Nou weet ik niet veel van economie, maar ik vind het wel als buitenstaander heel interessant dat een discipline die een halve eeuw zegt van de staat moet eruit en alles gaat via de markt, in één week tijd kan omkeren naar het totaal overgestelde dan snap ik even iets niet. Maar een mooi punt dat je bent. Nou zal denk ik een neoclassiek econoom zeggen, maar ja, dit is net als een oorlog. Hè. Dat is een soort noodtoestand waarin de normale orde, en dat kan dus alleen maar tijdelijk even buiten werking worden gesteld. Nee, maar goed, dat zal de eerste reactie zijn. Dat heb je ook gezien bij de kredietcrisis. Dus bij de kredietcrisis zie je toch het vreemde verschijnsel dat in de theorievorming niet heel wezenlijk iets teweeg heeft gebracht. En voor het grootste gedeelte is men, dat is wel wat hoor. En er zijn natuurlijk altijd wat monetaire financieringen, dus er is wel wat opgekomen. En er zijn ook dingen gedaan waarvan we waarschijnlijk 10 jaar geleden nog niet dachten dat ze überhaupt mogelijk waren. Maar goed,
Je ziet niet dat het tot een omwenteling heeft geleid. Dat heeft zelf gemaakt dat aardig wat studenten... dat is een initiatief dat met name vanuit studenten op gang is gekomen. Rethinking economics. Dus dat economie eigenlijk op een nieuwe manier doordacht moet worden. Gegeven de problematiek rond duurzaamheid, de toenemende ongelijkheid die we nu zien. Maar ook eigenlijk alle vraagstukken waar we nu voor geplaatst worden, dat precies die neoliberale traditie, waar de markt zijn werk moet doen, eigenlijk tekort gaat schieten. En ik denk wel dat je gelijk hebt, en in zekere zin was dat inderdaad ook al na de kredietcrisis zichtbaar, dat je natuurlijk, wanneer je als overheid zo fors in de economie stapt, en dat hebben ze gedaan, in zekere zin kun je zeggen, ja, dat deden ze ook al eerder. Hè, want ze hebben natuurlijk heel die structuur waarin die markt zo sterk kon worden. En dat kapitaal, dat is ook de overheid. Hè, het is niet het idee van, dat is uit de lucht komen. Nee, dat is de overheid die dat heeft georganiseerd. Maar goed, ze zijn er nu volop ingestapt. Hè, ze doorbreken eigenlijk even het marktparadigma. Ze laten bedrijven niets. En nu komt natuurlijk de vraag op, maar hoe ga je er weer uit? En wat voor prioriteiten leg je daar? Kijk, en daar kun je neoliberaal helemaal geen antwoord op geven. En want dan wordt het wel de vraag, oké, wat vinden wij maatschappelijk belangrijk? Hè? Wat gaan we nog de komende 10 jaar misschien blijven steunen met elkaar? Wat laten we verloren gaan? En dat is niet een kwestie van laat de markt zijn werk maar doen. Want daar heb je een ordeningsidee nodig. Dus ik ben het helemaal met je eens. De vraag is alleen of we op dit moment het soort van economisch denken hebben waarin dat mogelijk is. Dus dat vraagt, denk ik, hoe dan ook om een bepaalde aanpassing. Terug naar die academische vrijheid. Ja, want even nog, kijk, dus dit is over de economen, maar dat paradigma en de beperkingen van het paradigma gelden ook eigenlijk voor alle andere disciplines. In zekere zin onvermijdelijk. Ik geef nog één voorbeeld wat mijzelf getroffen. Een paar weken geleden hadden we een proefschrift dat verdedigd werd. Dat ging over hulp aan gezinnen. Ja. En dat beschreef hoe dat in zijn werk gaat. En dat was allemaal sociologisch geïnformeerd. Hè? Dus individuele zelfontplooiing is belangrijk voor gezinnen. Dus gezinnen die in de problemen zijn, die moeten daarmee geholpen worden. En het was helemaal ingekleed vanuit sociologische theorieën. De biologische kant van het gezin komt niet aan bod. Terwijl in de praktijk blijkt, in de praktijk van gezinnen die problemen, dat het heel belangrijk is. Dus een van mijn vragen was ook van hoe zit het aan met de biologische dimensie van het gezin. Nou, daar is niet over nagedacht. Sterker nog, dat is taboe om over na te denken. Waarom? Omdat, zoals je weet, hè, zogenaamd ouders, vader, moeder, kinderen, is allemaal een kwestie van maatschappelijke rolpatronen. Dus de biologie is eruit gegooid in het denken. Dus hier zie je een sociaal-wetenschappelijk paradigma van gezinnen, wat hele belangrijke stukken van de werkelijkheid buiten de orde verklaart. Ja. Dat is dus een reductie die misschien om theoretische redenen wel begrijpelijk is, maar die heel kwalijk is. En voor het doen van onderzoek en voor het adviseren van gezinnen, omdat die biologische kant gewoon niet wordt gezien. Superbelangrijk. Dus ik denk dat ook vaak door het publiek, wat niet zo bekend is met de wetenschapsbeoefening, of bij wetenschappers die weinig filosofisch geschoold zijn, onvoldoende wordt beseft. Hoezeer dus met name in menswetenschappen, maar misschien uiteindelijk zelf ook in de exacte wetenschappen, maar in ieder geval heel aantoonbaar in menswetenschappen, dat daar natuurlijk impliciet een bepaald mensbeeld aanwezig is. En vaak ook idealen een rol spelen. Hè, wat je zegt van zelfbeschikking, of neem nou tegenwoordig heel het diversiteitsdiscours. Ja. Dus waar een sterke normerende werking uit gaat. En zelfs al in de beoefening van geschiedenis of psychologie of sociologie, eigenlijk allerlei waarden een rol spelen in de manier waarop fenomenen worden geduid, überhaupt wat het onderzoeksthema wordt, waar het belang aan wordt gehecht, hoe je kijkt naar bepaalde gebeurtenissen, ontwikkelingen enzovoort. Is het juist een bevrijding of is het juist een verval? Dus een soort beelden die impliciet eigenlijk regulatief werken in de manier waarop er... En ik denk ook als je het over onvrijheid hebt, daar begint eigenlijk, denk ik, heel fundamentele academische... Dat men niet veelal doorheeft hoezeer beelden zelf niet alleen het eigen denken bepaalde, maar ook hoe die
vrij dwingend worden opgelegd ook binnen de universiteit. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je begint als student en vervolgens promovendus en dan weer als UD en dan als hoogleraar. Je beweegt je in die discipline. Dus als jij daarvan wil afwijken, moet je heel goed uitpakken. Je moet gewoon eigenlijk... Het is heel moeilijk, het is een enorme druk vanuit de mainstream om je te conformeren aan zo'n... aan die uitgangsbeelden, aan die axioma's. Dat is gewoon wel heel erg sterk. En wie daaruit stapt, wie daar dwars op gaat staan, wie daar ter discussie staat, loopt ook serieus risico. Hè? Dus je wordt op de universiteit natuurlijk altijd gevierd als je binnen die lijn opereert. Maar als je die lijn als zodanig ter discussie stelt, of de uitgangspunten ter discussie stelt, nou, dan heb je grote kans om te eindigen als klokleider. Hè? Dus dan ben je niet gewenst en ze maken je of impliciet of expliciet duidelijk dat je beter een andere... vakgebied of een andere bestaan buiten de universiteit. Nou, als je met iemand als Jordan Peterson natuurlijk, hè, die enorm onder vuur is komen te liggen vanwege zijn... Dus er is wel degelijk mainstream denken, er is wel degelijk conformisme en wie daar dwars op gaat staan, heeft het moeilijk. Ook dat is een enorme beperking van de vrijheid, want die vrijheid, die academische vrijheid, die wordt wel gevierd zogenaamd, maar als je het gaat doen... stuit je op allerlei problemen. Dus dat is heel merkwaardig, gebeurt ook in Nederland. Ja, en ik denk zelfs dat dat de laatste jaren sterker is dan, pak een beet, zo in de jaren 90. Hè? Of in... Ja, nee, denk je niet? Nou, als je kijkt, neem naar het diversiteitsdebat. Als je kijkt de gevoeligheid die er bestaat rondom dat thema. Ja. Zowel in ik heb ook collega's meegemaakt die zelfs alleen nog maar het ter sprake willen brengen. Van bijvoorbeeld, dat is weer een een religie als de islam. Met eventueel bepaalde kenmerken die daarin bij bepaalde groepen. Dat eigenlijk al heel sterk in termen van, dus discriminatie werd uitgelegd en studenten die daartegen in protest komen. Of denk aan de ontwikkelingen waar nota bene president Obama toch niet uit verdachte hoek zich uitdrukkelijk ook tegen uitgesproken heeft. Het fenomeen van wat je met name in de Verenigde Staten ziet van de zogenoemde trigger warnings. Ja. Dus dat studenten eigenlijk niet meer met lectuur in aanraking willen komen... Ja. Die door hen eventueel als kwetsend kan worden ervaren. Dus dat is, komt een soort academische boekverbranding... waarin hoogleraren op eieren lopen, of docenten... omdat ze eigenlijk niet meer bepaalde dingen mogen zeggen. Er is zelfs één geval van een student in Amerika... die een hoogleraar aanklaagde omdat hij het woord violate had gebruikt... wat bij haar allerlei nare ervaringen opliep. Ik geloof niet dat ze in het gelijk is gesteld, maar... dus dat zelfs in het taalgebruik... dus allerlei restricties tevoorschijn komen. Zover is het in Nederland nog niet. Maar nogmaals, ik heb wel ook collega's gesproken... die echt op hun hoede moeten zijn... waar het gaat om bijvoorbeeld het aan de orde stellen van... Dat soort... Maar ik vind toch even voor de analyse... je moet onderscheiden tussen twee dingen. Er spelen twee dingen hier. Het eerste wat ik even noemde... dat heeft even nog niet zoveel te maken... met wat er de laatste 20, 30 jaar is gebeurd. Maar het heeft te maken met hoe... het conformisme in de wetenschap functioneert. Anton Blok, een antropoloog... heeft een mooi boek geschreven... alweer een jaartje of 10 geleden... over vernieuwers, fundamentele vernieuwers in de wetenschap. En daaruit bleken twee dingen... Dat zijn inderdaad mensen die dwars op de mainstream gaan staan. Die dus gewoon iets bedenken wat nog nooit iemand had bedacht. Mm-hmm. Maar het waren mensen die een helper hadden. Die dus in de gevestigde wetenschap hun hielpen om die dwarse ideeën in te brengen. Hij geeft daar tientallen voorbeelden van. Daar hoort Einstein bij, maar een hele reeks anderen. Dus dwarse ideeën hebben alleen is niet genoeg. Nee. Want dan vlieg je er gemakkelijk uit. Maar er moet iemand zijn in die academische wereld die zegt van nou... Het is weliswaar een volkomen belachelijk idee wat je hebt, maar ik geef jou de ruimte en ook het netwerk en de hulpmiddelen om dat verder te onderzoeken, zodat we weten of het waar is of niet. Zo zou het moeten gaan, maar je hebt altijd te maken met die druk. Dus dat staat los van de tijdgeest. Dat is een bijna onvermijdelijk verschijnsel. Dat speelde ook in vroege eeuwen. Dat onderzoek van Blok gaat tot in de 19e eeuw. Maar het tweede punt wat je stelt, dat er de laatste decennia iets gekomen is van correct denken, waardoor heel veel vragen niet meer eens gesteld mogen worden, is van, wat mij betreft van een andere orde. En ik vind dat zelf huiveringwekkend, dat namelijk wetenschappers zichzelf onderwerpen aan de mode van de maatschappij.
Meer is het niet. Ja. De mode van de maatschappij wordt als maatstaf genomen om wetenschappelijke beslissingen te nemen. Er is op alle universiteiten een diversity officer aangesteld. Waar gaat dit over? Ja, nou, zoals de minister, die minister, ja, die wilde dat nog. Ja, maar het is totaal onzin, ja, wetenschappelijk. Het gaat over huidskleur. Hè? Het zou over onderzoek moeten gaan. Of over onderwijs, ook goed. Maar onderwijs en onderzoek hebben met huidskleur niets te maken. Helemaal niets. Als het goed is. En ook niet met geslacht trouwens. En toch gebeurt dat. Dus wat is dit? Nou, dat is inderdaad het binnenstromen van een maatschappelijke moraliteit. En los van wat je daarvan vindt, zijn argumenten voor, argumenten tegen, maar daar worden morele criteria of politieke criteria ingevoerd om mensen te benoemen of terecht te wijzen of te bevorderen. Het is totaal verkeerd en ik snap niet eigenlijk waarom dat zoveel universitaire bestuurders en wetenschappers, onderzoekers daar zo kritiekloos in. Nou ja, het hangt denk ik wel samen met wat we dan tegenwoordig noemen afbreukrisico en imago. Dus een voorbeeldfunctie is dat de universiteit zelf ook heel erg in toenemende mate erop bedacht is geraakt wat voor soort atmosfeer, wat voor soort beeld zij zelf ten opzichte van de buitenwereld eigenlijk laat zien. En de neiging is om de werknemers dan als een soort, je zou kunnen zeggen, boodschappers van de corporate identity op te vatten. Die in de lijn moeten spreken met wat de missie is van de universiteit. En op het moment dat dat te zeer botst daarmee, dat ook een reden kan zijn om mensen terug te roepen. Zeg maar, ja, dit is schadelijk. En nogmaals, ik denk niet dat het bij ons aan alle universiteiten even sterk is. Ik heb er zelf nog geen last van gehad om maar even er zo over te spreken. Maar ik denk wel en ook dat heb ik wel vernomen, dat her en der in Nederland ook wel zichtbaar is. En overigens is de rel rond Cliteur ook een typische illustratie van dat laatste. Dus dat je merkt dat, en nog even los, en ik denk inderdaad, je kunt hem aanvechten op zijn politieke vakmanschap, wat hij als politicus heeft gedaan. En dat lijkt me op zichzelf genoeg redenen voor. Maar het gemak waarmee dat op één hoop wordt gegooid met zijn functioneren als hoogleraar en ook bijna de behoefte om op die manier iemand te disqualificeren of buitenspel te zetten, wellicht omdat hij in Leiden ook samen met nog wat collega's een wat conservatief blok vormt. Of in ieder geval een blok wat een beetje haak staat op wat dominant is op de universiteit. Ik denk dat die neiging wel heel groot is. Dus het echte cultiveren van diversiteit, en niet in termen van huidskleur of een uiterlijk biologisch kenmerk, maar echt andere opvattingen, dat kan ook religieus zijn. Ja. Je hebt dat ook gezien in de discussie rond Van der Staaij bijvoorbeeld, rond het homohuwelijk. Nou, even los wat je daarvan vindt. Maar het idee van, binnen een bepaalde gezindheid heb je misschien een andere opvatting van wat een huwelijk is. En wil je dat ook uitdragen. Ja. Dat is wel iets wat heel erg moeilijk is komen te liggen. Ja, misschien, dat is in ieder geval wat mij betreft zeker een belangrijke en misschien de laatste vorm van gevangenschap die ik zou willen benoemen. Hè? Kijk, wij zeggen in de filosofie altijd, je moet de tijdgeest doordenken. Ja. Maar je kunt ook de gevangene worden van de tijdgeest. Zeker. Om precies te zijn de gevangene van het heden, zoals wij nu over dingen denken. Dan doordenk je doorgaans niet meer de tijdgeest. Hè? Dan ben je dus daaraan onderhevig en dan denk je dat het is zoals de tijdgeest zegt dat het is. Nou, daar valt meestal wel iets op af te dingen. Want de tijdgeest, dat is zoals wij nu denken, hè? Maar je moet gewoon, als je ietsjes verder teruggaat in het verleden, of als je ietsjes verder kijkt dan je culturele horizon, dan zie je dat je heel anders over de dingen kunt denken en dat daar ook ruimte voor moet zijn. Maar wat we nu zien is dat vanuit het heden, dat is de maatstaf, onze gevoeligheden nu, zijn de maatstaf niet alleen om in de wereld dingen te veroordelen of te bevorderen, maar ook nog eens het verleden te reconstrueren. Ja. Hè? Door het op te schonen of te decoloniseren. Ja. Nou, dat is dus, vind ik, huiveringwekkend. Want dan kun je wel ophouden met de wetenschap. Want wetenschap moet natuurlijk die verschillen overeind houden en begrijpen
dat het verleden anders is dan het heden, of dat een andere cultuur anders is dan de onze, of dat een andere groep anders in elkaar zit dan zoals ik in elkaar zit. Ja. Als je die onderscheiding niet meer kunt aanbrengen, omdat het allemaal vanuit een bepaalde tijdgeest in die sleutel moet worden gezet van het morele veroordeling, ja, dan kun je met de academische vrijheid wel ophouden. En toch zie je die tendens heel erg sterk. Dat begint aan de buitenkant, maar het marcheert wel op naar de wetenschap. En ook in de wetenschap heb je vertegenwoordigers van die gedachtegang. Dus, en dan met name op het gebied van de wetenschap, geesteswetenschappen, heb je die vrij veel. He, dus cultural studies en dergelijke, die grossieren daarin. Nou, ik vind het geen wetenschap, maar goed, dat is dan mijn mening. Maar zij claimen voor een ruimer gebied dat het, als het ware, allemaal moet worden opgeschoond. Het is een vorm van puritanisme die volgens mij met wetenschap niets te maken heeft. Het is overigens, doet bij mij direct een frase van Nietzsche opkomen uit de Zarathustra. Over de laatste mens. Vroeger was alle welt irre, zegt hij. Dus die laatste mens die zegt, vroeger was alles een vergissing. Dus die lacht ontblinzelt, die knippert met zijn ogen. En die zegt, vroeger was alles een vergissing. Ja. En dat is in feite wel wat Nietzsche eind 19e eeuw natuurlijk ook wel voorzien heeft. Als een soort toestand waarin we eigenlijk dus ook dat verleden niet meer überhaupt serieus kunnen nemen. Ja. Dus eigenlijk de totalisering van het heden, die de ongelooflijke blindheid ook teweeg gaat brengen. Hè. Dat is dus, en die inderdaad ook op de universiteiten zelf wortels schiet, en waar Obama zich ook terecht tegen keert. Nee, je moet juist kennis nemen van dat wat schuurt en dat wat steekt. En juist zien dat dat eigenlijk een onderdeel is van wat op de academie de vrijheid wordt genoemd, maar eigenlijk ook borgstaf voor wat vrijheid binnen de samenleving is. Nou ja, hier zie je dus ook wel weer een nadeel van dat enorme succes van die exacte wetenschap. Kijk, in de exacte wetenschap is het zo, dat zei ik al, hè, daar heb je misschien een soort van progressie, dat je het nu inderdaad beter weet dan vroeger. We zijn verder niet geïnteresseerd in de magie van Newton, hoewel die er was. Wij hanteren de wet van Newton enzovoort. Maar dat soort vooruitgang is er dus niet zo sterk in de sociale wetenschappen en in de geesteswetenschappen, want die gaan nou juist over die verhouding van hoe het vroeger was en nu. Dus je kunt niet zeggen van wij weten het beter. Dat is nog maar zeer de vraag of wij het zoveel beter weten. Dus als je dan op die manier het heden tot maat, of onze huidige inzichten tot maatstaf maakt om met het verleden om te gaan, dan kap je hele stukken van je culturele geschiedenis af. Dat lijkt mij de doodsteek voor de universiteit. Kees Schuit heeft ook wel eens gezegd van de universiteit heeft ook een functie om dat verleden te cultiveren, te bewaren. Hè, bijvoorbeeld in de vorm van een bibliotheek, maar ook in de vorm van een bibliotheek die toegankelijk is. Hè, dus je kunt je afvragen wat er gebeurt als alles gedigitaliseerd wordt en de boeken worden weggegooid of boeken spelen geen rol meer. Nou, dat verleden van die universiteit, wat in de middeleeuwen is begonnen met de omgang met die oudere vormen van weten, dat wordt veel te snel als zijnde achterhaald terzijde geschoven. En dat vind ik een soort Amerikaanse houding. Hè? History is bunk, dat doen wij niet meer. Nou, dat moeten de Amerikanen zelf weten. Overigens zijn er enorm veel Amerikanen die heel erg goed dat verleden. Absoluut. Hè? Ja. Maar in Europa moeten wij zeker niet het verleden op die achterloze wijze weggooien, want het is zelf Het is een soort closing of the American mind, een soort afsluiting. Hè? Een soort enggeestigheid die je krijgt. En dat breidt zich nu uit op meerdere universiteiten. En dat maar dan hebben we het in de kern over eigenlijk vormen van gevangenschap. Hè? Dus dat die academische vrijheid tot nieuwe vormen. We hebben de gevangenschap door de dictatuur van het geld. Met alle effecten en structurele elementen die daarbij horen. Vormen, om met Foucault te spreken, van disciplinering die daarbij horen. Zeer accuraat, denk ik, in zijn om daar wat dat betreft zijn analyse op toe te passen. Voor het weten wel, ja. Ja, voor dat wel, ja. Maar ook die ontwikkeling rond globalisering, de taal die we hebben het gehad over een bepaald soort waardegeladenheid die eigenlijk tot en met de gevangenschap van een bepaald soort denken wat je wel en nog niet mag denken. Bijna de 1984, de thought police. Dus de gedachtenpolitie die oprukt, ook binnen de universiteit. Zijn er nog meer gevangenschappen die je zou kunnen noemen? Nou, ik had als voorbereiding op dit gesprek een lijstje van 8 gemaakt. Ja. Dat lijkt me wel genoeg.
He, dus als er dus 8 punten zouden zijn waarop die vrijheid veel meer... Ja, hebben we, ze allemaal. Dan moet ik eens even kijken op mijn lijstje. Ja, pak je lijstje nog even erbij. Ik heb een lijstje gemaakt, dus even kijken. Nou, we hadden het geld als... Ja. De taal, de globalisering, het Engels, de discipline, de heersende mening, de tijdgeest van dit moment, het paradigma, de mainstream die jou vraagt om je te conformeren, de exacte wetenschappen, meten is weten als enig model en het heden. Nou, dat zijn dus 8 vormen van... Ja, ja, we hebben ze eigenlijk allemaal gepakt, ja. Gabriel, dus dat is mooi. De vraag is, we hebben nu een analyse over deze gevangenschap, die wel degelijk aan de orde is, denk ik. Tegelijkertijd zien we ook, en ik heb dat ook aan mijn eigen universiteit gemerkt, dat er toch de laatste jaren ook een beetje discussie op gang begint te komen. Je hebt die beweging gehad, ik heb daar zelf natuurlijk hard aan bijgedragen, die zich vanuit de academische hoek keert tegen bijvoorbeeld de te eenzijdige kwantitatief marktdenken. En die enorme rol die dat geld aan het spelen is en het tellen en... De overschatting daarvan, zoals beweging als Science in Transition. We hebben inmiddels ook de acties gehad op de universiteit. Je merkt dat sommige bestuurders toch ook echt wel serieus een poging doen om andere criteria toe te laten. Tegelijkertijd zien we dat die internationalisering alleen nog maar toeneemt en de schaalvergroting die daarbij hoort eigenlijk ook steeds... dramatische vormen aanneemt. Hè. Zoals de gemiddelde bedrag wat we in 2000 uitgaven als per student is 20.000. Ik geloof dat we nu op 13.000 zitten. En de studenten zelf die er zitten, die hebben nog niet door. Maar dat heeft natuurlijk een enorme weerslag op wat er per student beschikbaar is. Maar goed, er zijn tegenstrijdige bewegingen gaande. Dus je ziet enerzijds hoe die vermarkting, die schaalvergroting toeneemt. Anderzijds dat daar ook protest tegen en dat het ook feller wordt. En, we gaan nu naar 2021 met nieuwe verkiezingen. Wat is er in jouw ogen nodig om, laten we zeggen, deze gevangenschap waar we het over hebben... Dat gevangenschap binnen dat systeem, maar ook binnen die maatschappelijke tijdgeest, om dat te doorbreken. Ja, ik stel 3 bewegingen voor om tot een broader mind te komen, mm-hmm. tot een bredere geestelijk leven. Hè? Mm-hmm. Je weet dat broader mind ook een idee is wat aan de VU nogal gepropageerd wordt. Maar hoe gaan we dat doen? Govert Buijs, ja. Ja, dus ik zie 3 dingen die noodzakelijk zijn. Op de eerste plaats... Er wordt altijd hoog opgegeven van interdisciplinair of transdisciplinair. Hè? Dus iedereen zegt op de universiteit dat is goed om meerdere disciplines te combineren. Maar er zijn heel weinig mensen die het willen en die het goed doen of die het kunnen. Het is in de praktijk behoorlijk lastig. Ik heb zelf in mijn werkzaam leven een stuk of 7, 8 verschillende disciplines heel grondig verkend. Ik ben natuurlijk niet in elk van die disciplines een specialist. Dat kan ook niet, maar ik heb wel die breedte. En ik zie er enorme voordelen van als je disciplines combineert. Dat is 1 beweging. Ja. Dus dat zou je echt serieus moeten nemen. Dat is punt 1. Punt 2. Je moet veel meer van de universiteit naar de realiteit. Dat wil zeggen, je niet alleen in de discipline opsluiten en van daaruit naar de realiteit kijken, maar ook naar die realiteit zelf. Dat klinkt triviaal, maar ik neem nog even dat gezin als voorbeeld. Hoe is het mogelijk dat mensen zich vanuit bijvoorbeeld de sociologie of de psychologie of de pedagogiek met het gezin daarin verdiepen, onderzoek naar doen en de biologie buiten schot laat? Dat kan niet, want iedereen die een gezin heeft weet of wie het van nabij... Trouwens, het gezin, het gaat vaak om kinderen die uit het lichaam zijn geboren. Hoe kun je de biologie eruit laten? Dan moet je wel heel erg van de werkelijkheid verwijderd zijn. Nou, dus ga nou eens gewoon die ervaringen van het gezin, waar de biologie dan een deel van heeft, meenemen als input voor dat... Nou, hetzelfde geldt voor economische analyses. Hè. De ervaringen van bedrijven, de ervaringen van ondernemingen, neem die nou eens mee, in plaats van alleen maar het model met zijn aannames centraal te stellen. Dus dat is een 2e beweging, naar buiten toe. En de 3e beweging, dat raakt onszelf ook wel, dat is naar toch meer filosofie. Waarom? Als je deze bewegingen maakt, je combineert disciplines of je gaat naar buiten toe, dan moet je ook nog weten wat je doet. Hè? Je moet niet lukraak maar wat doen. Ja, dat kan misschien ook wel, maar het zou goed zijn als je weet wat je doet. Dus als je op een reflexief niveau kunt nadenken over wat is eigenlijk wetenschappelijke kennis, de productie daarvan, hoe verhoudt je dat tot maatschappelijke realiteiten? Hoe wordt die wetenschappelijke kennis in de samenleving gebruikt of misbruikt? Of
ten positieve kan ook. Hoe zijn maatschappelijke ervaringen of tijdgeest thema's keren die terug in de wereld? Dus een gesprek wat we nu hebben, dus op een meer reflexief niveau nadenken over wat doen wij eigenlijk in de wetenschap. En dan spreek ik even als empirische wetenschapper. Hè? De empirische wetenschapsbeoefening heeft enorm veel baat bij meer inzicht, filosofisch inzicht van wat we aan het doen zijn. En daar hoort het mensbeeld bij, er hoort een maatschappijbeeld bij, er hoort een besef bij van heden en verleden en toekomst. Er hoort een besef bij van onze cultuur ten opzichte van andere culturen. Dus gewoon niet maar wat doen, maar veel meer op een filosofisch niveau doordenken wat we aan het doen zijn. Nou, het lijkt mij dat dit voorlopig al een hele opgave is. Het doorbreekt nog niet het hele systeem, hè, maar het is denk ik als intentie, als richting, dus die connectie met de samenleving, het openen van ogen en oren bijna, ja. Dat een, nou ja, ook een zeer relevant is. Laten we op een ander moment nog eens kijken wat dat op systeemniveau zou impliceren. Hè? Want ik had het al over, denk ik, dat we in de manier waarop de universiteit gefinancierd wordt, waarop het mondiale netwerk is georganiseerd, dat daar eigenlijk voortdurend, hè, als de machtsrealiteit, hè, die aanwezig is binnen het instituut, dat eigenlijk precies die thema's die jij nu noemt, hoe belangrijk ook, toch heel moeilijk vertaald kunnen worden. Dus ik denk dat dat ook vraagt om een aanpassing op systeemniveau. En daar komt de politiek natuurlijk uiteindelijk weer, ook weer om de hoek kijken. Maar dat lijkt me een heel nieuw onderwerp. Dus tot zover moeten we het hierbij bij laten. Ik dank je enorm voor het gesprek. Ik wil iedereen nog op het hart drukken om onze eindejaarsactie te ondersteunen. En wil je op de hoogte blijven ook van onze acties en evenementen. Schrijf je dan ook in voor onze nieuwsbrief. Dan zorgen we dat je op de hoogte blijft en mee kunt doen bij wat hier speelt. Dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.